Leerlingen van het gewoon lager onderwijs en het voortgezet onderwijs voor junioren zijn vandaag maandag 1 oktober 2018 vol goede moed begonnen aan het schooljaar 2018-2019. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op OS Geiersvleit 1 de leerlingen een hart onder de riem gestoken en de leerkrachten van deze school veel succes toegewenst. De minister vroeg de leerlingen om gedurende het gehele schooljaar elkaar te helpen. Tijdens de vlaggenparade zongen de leerlingen samen met de onderwijsminister het volkslied. De leerlingen van OS Geiersvleit 1 zullen voor deze week les volgen in een speciaal ingerichte ruimte bij de Mimrebuko-kazerne. Dit moet omdat kort na aanvang van de vakantie enkele lokalen van de school in vlammen opgingen. Door tussenkomst van vicepresident Ashwin Adin zijn middelen ter beschikking gesteld om de verwoeste lokalen weer op te zetten. De werkzaamheden aan de nieuw op te zetten lokalen worden deze week afgerond.